dat het me bijna een beetje doet denken aan de eerste dagen van de hot hatches in de jaren 80, waar je soms ook een gevecht moest leveren met het stuur. Ja, 30 graden, fantastische omgeving. Ik sta hier in Spanje in de buurt van Terrassa, vlakbij Barcelona. Hometown van Seat. En natuurlijk Cupra inmiddels, steeds belangrijker aan het worden als het sportieve merk wat voortgekomen is uit Seat. Waarom staan we hier? We staan hier omdat twee hele belangrijke merken voor Cupra. De Formentor, die flinke SUV, maar ook deze Leon, ja die bestaat nog steeds, in de vorm van een hatchback en een sportstourer, oftewel een estate. Flink gefacelift zijn. Die Formentor die draait alweer 4 jaar mee en Seat vond het terecht tijd voor een facelift. Het hele familiegezicht is flink agressiever geworden, uitgesprokener. Verlichting veranderde, eigenlijk die bekende facelift kenmerken die je bij alle merken wel aantreft. Daardoor is het een behoorlijk scherpere auto geworden. Maar het belangrijkste nieuws zit eigenlijk in die neus. In die neus zit nu een nieuwe aandrijflijn. Die is gecentreerd rond een 1.5 TSI 4-cilinder benzinemotor. Dat was voorheen een 1.4 benzinemotor, ook een TSI. Die heeft elektro-ondersteuning en dat levert 2 aandrijflijnen op. 204 pk onveranderd voor de basisuitvoering. En ga je naar de VZ-versie, de meest sportieve versie, dan kom je op 272 pk. Dat was voorheen 245 pk. Nou heb je natuurlijk, weten de kenners, nog sportievere modellen. Alleen, die versies komen niet naar Nederland. Want onze markt dicteert helaas door die CO2-wetgeving en die BPM-bestraffing dat we het alleen moeten doen met die plug-in hybrides. Alleen die worden betaalbaar. Maar er zijn meer belangrijke eigenschappen dan dat vermogen. 272 pk dus bij de sterkste versie, 204 bij de minder sterke variant. 400 Nm voor die sterkste uitvoering. Maar heel belangrijk voor beide auto's is dat ze een accu hebben gekregen met een grotere accucapaciteit. Die verdubbelde bijna. 19,7 kWh meet die accu nu. En dat levert ook een veel grotere elektrische actieradius op. Deze Leon moet wel 125 kilometer halen op zo'n acculading. Nou, dat is behoorlijk. Prestaties, behoorlijk voor deze auto's. Denk aan een acceleratie van zo'n dikke 7 seconden. Topsnelheid van iets meer dan 220 kilometer. En dat zijn wel de belangrijkste dingen. Kijken we weer naar de praktische kant. Ja, dan zien we dat hij niet alleen een grotere accu kreeg, maar ook betere laadcapaciteit. Of moet ik zeggen eigenlijk laadprestaties. Thuis kun je nu laden met 11 kilowatt. Dat was voorheen 3,6. En aan de snellader, dat kan dus ook, kun je 50 kilowatt halen. Best goed voor zo'n plug-in hybride. We gaan rijden zowel met deze Leon als later met die Formentor om te kijken of er nou nog heel veel verschil zit tussen die rij-eigenschappen van beide auto's. Want ja, kijk je naar de praktische kanten, zo'n sportstourer die doet qua functionaliteit eigenlijk niet zoveel onder voor die SUV. Die SUV staat hoger op de poten, heeft daardoor een wat beter overzicht en de bekende SUV voordelen, maar ook zeker wat nadelen, want het zwaartepunt ligt natuurlijk wat hoger. Genoeg gepraat, we gaan rijden. Tijd om te gaan rijden met die meest sportieve Leon. Hier als sportstourer. Die sportstourer die kent trouwens een meerprijs van 1200 euro ten opzichte van de hatchback modellen. En die meest sportieve versies, die heten VZ. Daar heb je ook weer 2 levels in, een extreme en een performance. Nou, een beetje uitrustingsniveau verhaal. Je kunt ze optioneel ook uitrusten met Brembo remmerij en dat is natuurlijk serieus spul. Die moeten zeker in staat zijn om die 272 pk en 400 Nm die achter die nieuw gestileerde Shark Nose schuil gaan ook weer af te remmen. Daarnaast heeft het apparaat natuurlijk de nodige rijassistenten die je gelukkig wel allemaal uit kunt zetten. Zelfs het ESP kan uit. Even kleine uitleg daarover. Je hebt hier links op je stuur
een grote knop met het Cupra-symbool. Nou lijkt dat een directe knop voor alleen maar die meest sportieve rijstand, die Cupra-stand dus. Maar dat is niet zo. Het is gewoon de rijstandenknop. Dus je moet daar een aantal keren op drukken en dan zie je het symbooltje in je digitale dashboard veranderen. En uiteindelijk, op het moment dat je ook weer dat Cupra-symbool ziet, weet je dat je in de meest hardcore rijstand zit. Dan nog staat het ESP wel ingeschakeld. Dat moet je weer opzoeken onder het autosymbooltje hier. En dan gaan kijken naar Vehicle Drive Assist. En dan zie je de Smart Assists. Nu zie je al dat ik ESC off heb staan. Er is ook een ESC sportstand. Die geeft je alweer wat meer ruimte. En dat werkt eigenlijk al beter. Lane Assist is uit. Dat Lane Assist, maar ook zelfs dat ESC, kun je ook uitzetten met een klein rijassistentenknopje hier op die linker stuurspaak. Dan zie je een submenuutje verschijnen in je meterpaneel en dan moet je op de OK knop drukken en zo kun je uiteindelijk besluiten om alle systemen uit te zetten. Goed dat het nog kan bij zo'n auto die toch nadrukkelijk als sportief wordt neergezet. We gaan van start, genoeg gepraat, fantastische bergweg hier en hier zal ik zeker ontdekken of deze auto ook zodanig is uitgerust dat hij dat vermogen kwijt kan. Wat is nog maar de vraag. Het is niet alleen maar vermogen, maar natuurlijk ook controle en dat moet uit een goed onderstel voortkomen. Kijk je trouwens naar de werkplek, dan zie ik echt een mooi gestileerde cockpit, kan niet anders zeggen. Zijn we inmiddels gewend van Cupra met een mooi bekleed dashboard, hier een beetje leerachtig met een koperstiksel. Een leuke print hier in kunststof. Ja, wat geborsteld aluminium. Hier en daar een koper accent, zoals heel erg bij dat merk hoort. En we zien ook een paar nieuwe dingen. Een grotere display met een hele heldere en mooi gedefinieerde menustructuur die ook wel logisch werkt, kan niet anders zeggen. En een Sennheiser systeem. Nou, dat is natuurlijk als op audiogebied ook geen klein merk. Sterker nog, dat behoort tot de topmerken. En ik zit hier in heerlijke Sabelt sportstoelen. Die zitten echt heerlijk. Niet te hard, ook niet met te hoge wangen, zodat je belemmerd wordt bij het in- en uitstappen. Maar precies goed, echt maatwerk. Aan de werkplek kan het niet liggen, tijd om gas te geven. En dan hadden we het net over het audiosysteem. Nou, je zult af en toe wat motorgeluid horen. Cupra heeft ervoor gekozen om het oorspronkelijke motorgeluid te versterken. En dus als basis te gebruiken voor de geluidsbeleving. En dat werkt best aardig. Het klinkt bijna als een vijfcilinder. Slaat natuurlijk nergens op, want dat is het niet. Maar het klinkt wel stoer. Je hebt ook flippers aan het stuur. Ja, en er zit echt wel snelheid in dit ding. De remmen die doen zeker hun werk. Zijn goed te doseren. Besturing, ja, die is precies genoeg. Fijn stuur ook. En samen met die geweldig grippende stoelen kun je echt tempo maken op zo'n bergweg. Maar één ding is wel duidelijk. Deze Leon heeft aardig moeite om zijn vermogen kwijt te kunnen. 400 Newtonmeter koppel trekt echt aan die twee stukjes rubber. En dat voel je echt heel nadrukkelijk terug in je stuur. Zodanig terug dat het me bijna een beetje doet denken aan de eerste dagen van de hot hatches in de jaren 80. Waar je soms ook een gevecht moest leveren met het stuur. Hier gebeurt het wat indirecter. Want ja, zo'n auto van nu is natuurlijk een stuk zwaarder dan zo'n autootje van 800 kilo van vroeger. En dus gaat het allemaal wat gedempter. Maar je voelt heel nadrukkelijk dat deze auto alle zeilen bij moet zetten om dat vermogen kwijt te kunnen. Ik zit meer te sturen dan eigenlijk goed is voor maximale snelheid, want het vertroebelt je stuurgevoel wat. Dat zou dus eigenlijk wat beter moeten, want we hebben het hier met alle respect. Hij vecht echt om tractie regelmatig en ik ben eigenlijk continu kleine
correcties aan het maken op het moment dat ik echt weer gas geef om hem op zijn lijn te houden. Ja, dat is heel even leuk, maar nu ook weer, ik moet nadrukkelijk uitsturen. Je leert er wel netjes sturen van, maar dat kan echt beter. De meeste auto's van nu, van dit kaliber, die doen dat toch beheerster. Als je blijft pushen, ja, dan voel je wel dat dit apparaat goed is afgesteld in het grensbereik. Maar de weg er naartoe is een klein beetje hobbelig. Je voelt namelijk ook dat die hele carrosseriecontrole niet heel strak is. Ze hebben toch een afstemming gezocht die ook in het dagelijkse leven nog een klein beetje te pruimen is. Dat betekent dat die carrosserie eigenlijk net iets meer kan bewegen in deze omstandigheden, ondanks die variabele dempers, dan goed voor hem is. En daarom krijg je af en toe van die pitchbewegingen, waardoor die zijn voorwielen toch even te veel ontlast. En dat zijn de momenten waar die contractie vecht. Ja, nogmaals, de snelheid zit er echt wel in. Die remmen zijn hartstikke goed. Het voelt toch een klein beetje alsof je met hele zware gewichten, met een elastiek eraan aan het sturen bent. Dat is niet optimaal. Welke van dit Cupra trio moet je dan kiezen? Nou, dat is eigenlijk meer een zaak van persoonlijke voorkeur. Wil je per se het meest sportieve? Ja, dan kun je het beste gaan voor die hatchback. Die is het lichtste, het compactste. Direct daarboven zit die Sports Tourer, die in praktisch opzicht ook weer niet veel onderdoet voor die Formentor. Die stoere SUV die iedereen wil. Ja, en ook de prijzen zijn niet doorslaggevend. De reeks begint met een hatchback vanaf €42.790. Tel daar €1.200 bij op en je hebt deze Sports Tourer. Wil je bijna €45.000 besteden, ja, dan kun je ook de Formentor aanschaffen. Aandrijflijnen zijn goed, niet razend sportief. Het blijven natuurlijk plug-in aandrijflijnen. Dus ze hebben weliswaar 272 pk, maar het voelt niet zo explosief en spannend als die Cupra's van wel eer met dikke 5-cilindermotoren. Die tijd is geweest. Neemt niet weg dat dit goed presterende auto's zijn die tegelijkertijd ook nog zuinig en praktisch zijn. We hebben met die Cupra reeks en die opgefriste Formentor en Leon echt weer een paar leuke auto's bij, die je net iets meer bieden, net iets spannender uitzien, ja, dan de gemiddelde Volkswagen of Ford.